geraakt. En dat is het grote probleem altijd met Arie. Daarom kan je ook heel moeilijk een relatie met hem opbouwen. Ik vind het jammer, hè, dat moet ik erbij zeggen. Maar je weet het nooit. Je weet nooit wat er achteraf, wat er dan op je afkomt. En dat is het probleem. Hoe komt het dan, meneer De Bruin, dat mensen dan toch altijd met meneer Olivier in zee gaan? Ja, dat is wat verschillende sprekers hier ook zeggen. In de eerste plaats, hij wekt een stuk vertrouwen bij de mensen. En daar ga je op af. En niemand is zo dat je van begin af aan iemand wantrouwt. Maar op dat moment dat je iemand gaat vertrouwen, en zeker bij de heer Olivier, ben je eigenlijk al verkocht. Want dan maakt hij daar gebruik van. En op een meesterlijke manier. En ja, er zijn mensen die hem doorhebben, maar er zijn helaas, en ik moet zeggen ook in dit gezelschap, zijn er mensen die daar slachtoffer van geworden zijn, die dat niet tijdig hebben ingezien. En dat betreur ik natuurlijk, dat blijf ik ook betreuren. Dan wordt hier steeds gesuggereerd. Hij zegt altijd dat hem de gelegenheid wordt gegeven. En daar heeft hij wel eens gelijk in. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat rechters dat ook wel inzien. En hoe ook officieren van justitie. Nou, dat het toch, en ik heb daar destijds ook talloze malen voor gewaarschuwd, dat de mensen toch echt voorzichtiger moeten zijn voor ze met grote geldbedragen, met iemand die ze eigenlijk nog maar net kennen, dan al in zee gaan. En dat begrijp je soms als buitenstaander niet, hoe dat kan. Meneer Rood? Het gaat nu over slachtoffers, hele zielige mensen, hele zielige verhalen. Maar er is natuurlijk wel één aspect van het verhaal. Dat kan gebeuren en dat is ook allemaal heel erg en verkeerd. Maar waarom word je slachtoffer? Waarom ga je naar iemand die in de krant staat, groot, breed uitgemeten in alle media als meesteroplichter? Wat kom je daar doen? Wat kom je met die man bespreken? Dat is een verhaal van heel lang terug. Dus dat is een ander verhaal. Maar er zijn natuurlijk ook massa's zaken die nauwelijks het daglicht kunnen verdragen. Ja, maar u ging toch ook met hem in zee? Ja, zeker. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik tonnen in beheer geef of zo. We gaan gewoon een programma maken. We zijn naar plekken geweest, we hebben opnamen gemaakt. En dat ging prima. Totdat het mis ging in die zin dat het niet meer kon, omdat hij het decor wat krap werd. Maar Maar sorry, ik heb mensen misschien wel 100 keer gewaarschuwd. En zelfs nog niet eens zo lang geleden zei ik van, joh, ga nou niet met Olivier om. Je weet niet waar dat je in verzeild raakt. Begin er nou niet aan. Nu nog steeds. Och, dat gebeurt nu nog altijd. Nee, niet. Kijk, ik zeg al, omdat het een hele complexe man is. Wat doen ze? Ze zitten een beetje saai. Zitten ze thuis? Ze vinden het heel interessant om met Olivier om te gaan. Ze gaan er naartoe. En op een zeker moment dan raken ze ergens in verzeild waarin dat ze niet verzeild hadden willen raken. Dan zoek je het op. Ik heb al 25 jaar over Olivier geschreven als meesteroplichter. Heer Olivier, de grote oplichter. Nou, ze stonden op een gegeven moment in Apollo in een rij om hem te mogen ontmoeten. Nou, dan denk ik bij mezelf, ja, daar vraag je erom. Stijn? Nou, ik heb natuurlijk na al die huilende dames die aan mijn bureau gezeten hebben en die door hem waren opgelicht, heb ik voor mezelf wel een soort reconstructie gemaakt. Ten eerste denk ik dat het een zeer goed psycholoog is, de heer Olivier. Hij ziet dan op een bepaalde partij, waar hij toch als een bezienswaardigheid wordt uitgenodigd, ziet hij vanzelf een of andere dame in echt staan. Daarvan weet hij dan, en daar heeft hij dan meestal gelijk in, dat hij alleen is en dat hij graag wat liefde en zorg nodig heeft. Daar papt hij mee aan. Daar vertelt hij dan ook aan wat hij gedaan heeft. Vervolgens vertelt hij een dag later dat die pinguïns, dat is dan dus de rechterlijke macht in zijn woorden, dat die het bij het verkeerde eind hebben gehad, maar hij is veroordeeld en hij heeft hulp nodig. Dus dan krijg je een aantal appellen die er bij een vrouw worden gedaan. En ik moet je zeggen dat ik daar toch ook nog wel eens wat vraagtekens achter heb gezet, maar zo heb ik het voor mezelf vastgesteld. Ten eerste, ze willen graag hulp bieden aan iemand die dat vraagt. Ten tweede, ze kicken op het tegendraadse wat hij zonder meer in zich heeft. En ten derde, ja, dan staat de sluis open. En dan leegt hij in zeer korte tijd de bankrekening. Is dat een aardige analyse van uw oud-curator? Nou, dat zou een analyse kunnen zijn, alleen er is één ding wat meneer Stijns vergeet. Dat is, ik ben 10 jaar met deze vrouw, vorige vriendin een jaar 5... daarvoor geloof ik ook 1 jaar of 10. Dat tegelijk steeds. Nou, dat zegt u, maar ik denk dat, ik denk dat mijn vrouw daar niet blij mee zou zijn. Nee, maar dat is van na mijn periode. Okay. Ik kreeg de hele dag brieven binnen van vriendinnen. Die had hij allemaal gemeld dat ik zo'n vreselijke man was. Dus ik las steeds in die brieven hoe een vreselijke man ik was. Vervolgens
heeft hij met een aantal van die mensen een verhouding gehad. En ik heb hoe kan dat nou in de gevangenis zitten, man? Ja, nou, ook ja. Daarbuiten dan. Maar in de gevangenis hebben we ook mooie staties in mijn herinnering. En dan komen die mensen daarna allemaal aan mijn bureau. De ene is 2 ton kwijt, de ander is 5 ton kwijt. Ik zat wat dat betreft met de schade die hij aangedaan had na het faillissement van 81. Vrijgesproken, meneer Stijns, allemaal hier, hoor. Nou, ik heb er wel van geprofiteerd. Nou, dat zegt u. Nou ja. Maar als ik er echt van had moeten profiteren of willen profiteren, meneer Stijns, dan moet u me toch nageven dat ik dan zuiver en alleen gefixeerd zou zijn op vrouwen die erg veel geld zouden hebben. En waar ik dan ook goed mee terecht zou zijn gekomen. Er is toch eentje bij mij geweest die bood een cheque van 3 miljoen aan om uw faillissement op te heffen. Nou, is toch fijn? Zeker. Dus toen zat ik met een groot probleem. Want ja. Als curator moet ik natuurlijk... Want ik had gezegd 3 miljoen en dan ben je morgen niet meer failliet. Ja, dat is zo. En verdomme, een week later komt u bij mij met een dame in mooi gekleed... en die heeft een cheque van 3 miljoen bij zich. Ja. Maar ik kan er gelukkig nog een paar sturen. Toen dacht ik, ik moet dat aannemen. Maar aan de andere kant dacht ik moet ook rekening houden met het feit dat iemand op dit moment niet helemaal toerekeningsvatbaar is. Toen heb ik de rechtercommissaris gebeld. Die zei, ja, wat gaan we ermee doen? Toen zijn we erop uitgekomen dat als ze terugkwam met haar advocaat samen en dan nog zou ze die cheque aanbieden, dan zou ik hem innen en dan zou het over zijn. Is dat gebeurd? Gelukkig is ze nooit meer terug geweest. Maar weet u wat er gebeurd is? Nooit meer terug geweest. Even naar het volgende. Nee, ze is niet terug geweest, maar die 3 miljoen heeft ze rechtstreeks gestort. Wat zegt u? Bij mij? Waar? Op mijn Zwitserse bankrekening zeker. Is dit een strafbaar feit, meneer De Bruin? Ja, dat gaat me te boven. Dat kan ik allemaal niet volgen. Nou, zeg, nee, ik ook niet. In elk geval. Nee, maar misschien dat bij u. En ik vraag me ook altijd af, wat doet u? Dat heb u toch allemaal gedaan met die enorme bedragen die u iedereen wist af te troggelen? Dat is heel veel geweest. Sinds u bij me geweest bent met het polstasje. Heel verdwaasd kijkend naar mij. In België. En zei dat ik failliet was. En zei dat ik failliet was. Toen heb ik daar mijn maatregelen gelukkig kunnen nemen. En daarna heb ik Alzheimer gekregen. Ja, precies. Exact. Dus dit is precies een antwoord. Hij heeft dat nooit willen beantwoorden. Het waren miljoenen. Nou, daar moet je toch altijd ergens iets van hebben zitten. Meneer Olivier, heeft u ooit geweld gebruikt? Nee. Ik had het wel willen gebruiken bij meneer Stijns. Ja, echt. Hij nam wel eens, als hij bij u op bezoek kwam, wat figuren mee. Hè? Nee, 1 keer. 1 man. Wat waren dat voor types? Nou, dat was naar aanleiding van het feit dat teruggegeven werd in de strafzaak die meneer De Bruin behandeld heeft een aantal goederen, waaronder schilderijen. En daar is een misverstand ontstaan. Daar hebben ze een of andere top-expert per Concorde laten overvliegen naar Amsterdam, die na 1 seconde zag dat het gewoon een amateur was die soortgelijke beelden had geschilderd. Vervolgens heb ik die dingen op de veiling verkocht. En toen, met uw toestemming, want ik heb u nog een brief over geschreven. En toen kwam u met een meneer langs en die beweerde eigenaar van die goederen te zijn geweest. Dat had u mij nooit eerder verteld. Ik heb het u geschreven dat ik het ging verkopen. U had geen antwoord gegeven. En daar kwam inderdaad een redelijk drieste meneer uit een Porsche 300.020, of welk mooi type. Wat deed hij? En die meneer, heb ik begrepen dat u die uit de gevangenis kende. En hij maakte op mij een indruk waarbij dat zeer zeker het geval zou kunnen zijn geweest. Voelde u zich bedreigd? Nou ja, die samen zaten ze wel zo'n beetje van, nou je moet nu met die schilderijen komen. Maar ja, die waren inmiddels verkocht. Is er geweld gebruikt? Nee, dat niet. Maar het was geen prettige meeting. Maar er was, ik bedoel, de heren kunnen natuurlijk ook hun mannetje staan zoals ik dat op mijn manier ook geprobeerd heb. U heeft een keer ene Karate Bob over de vloer gehad. Ja, dat was... Die zou gestuurd zijn door meneer Olivier. Nee, die nam niet mee. Die nam niet mee. Wat deed hij? Ze kwamen binnen. Ik was terug uit Spanje, waar ik de verhuizing had geregeld van wat er nog was. En s'avonds heel laat, op een heel raar uur, stapte hij ineens binnen met die man bij zich. Waarvan ik geen idee had wie of wat het was. Maar zag er heel shabby uit. En het eerste wat ik zag is dat hij zwarte glazé handschoenen droeg. En dat vond ik een beetje raar. Was het koud buiten? Ja. Maar toen het allemaal fout ging en ik dus op straat kwam te staan, heeft diezelfde Bob zich in verbinding gesteld, is meegeweest naar de recherche om de aangifte te bevestigen en heeft mij verteld dat hij van hen de opdracht had om mij om zeep te helpen. En dat was een afspraak die in de gevangenis gemaakt was. Ze zouden, als ze eruit waren, 50-50 doen.
Nou, mijn geld was op, dat wist hij eerder dan dat ik het wist. Bij mij was niks meer te halen. Ik denk dat het makkelijk was geweest als ik er niet meer was geweest. En dan had hij die karatebop er ook bij gelapt, want dat zijn zo de methodes. Ach, heeft u wel eens gedreigd met geweld? Ja, bij meneer Stijns was dat wel inderdaad. Maar Bob heb ik in de gevangenis nooit gezien, want die zat heel erg anders dan ik. Die heb ik leren kennen toen hij eruit was. En dan had hij geen geld, en hij had geen auto en hij had geen pistool. Dus er moest voor gezorgd worden. Sindsdien is hij een beetje om mij heen blijven hangen. En ik denk dat mevrouw Keizer hem inderdaad, of mevrouw Vos, hem daar gezien heeft. Een paar keer. En dat hij toen gedacht heeft van nou, misschien kan ik er nu wat wijzer van worden. Maar ik heb hem nooit gestuurd hoor. Hij is misdadig, zei u in het filmpje. Zeg ik toch net zelf. Daar moest voor gezorgd worden. Maar? Daar moest voor gezorgd worden. Nee, maar zijn er voor voorbeelden dat autootje en dat pistool moest hij voor zorgen. Er zijn er voorbeelden dat hij geweld heeft gebruikt of met geweld heeft gedreigd. Arie is zelf een hele laffe man. Oh ja. Ja, je bent zo'n groot scheidhuis. Hè? Maar iedereen die in jou trapt en denkt dat jij miljoenen hebt, denkt. Maar jij hebt geen miljoenen. Nou. Jij bent zo stier. Nee, maar nog even naar mijn vraag. Zijn er voorbeelden dat hij gedreigd heeft met geweld? Hij vindt wel mensen die voor een paar rooitjes, die wil ergens op afsturen. Maar u zit al 20 jaar achter hem aan. Heeft u voorbeelden dat hij wel eens geweld gebruikt heeft? Nee, ik kan er geen voorbeelden noemen. Dan zou ik hem slimmer maken als dat hij al is. En dat plezier kan ik hem nou echt niet doen. Nee, we hebben hier maar één slimme man, dat is meneer Zuidema. Alleen, dat moeten we wel even aan iedereen gaan vertellen. Meneer Zoeterman, u zei in het begin van dit programma, eigenlijk is Olivier uiteindelijk de verliezer. Hoe bedoelt u dat? Ja, ik denk het wel. Als je ziet wat Olivier had kunnen bereiken en wat voor mogelijkheden dat hij heeft gehad. En dan praat ik bijvoorbeeld na zijn detentie. We hadden twee boeken op de markt liggen. Van het eerste boek 70.000 exemplaren verkocht. Hij had een filmcontract, later een televisieserie of een televisieprogramma. Dat heeft hij wat dat betreft allemaal verloren. Maar dat vind ik niet het allerbelangrijkste. Ik denk geld, macht en rancune die hebben veroorzaakt dat hij heel veel emotioneel verloren heeft. Echte vriendschap, echte liefde, dat soort zaken. En dan denk ik dat je uiteindelijk een grote verliezer bent. Maar staat het in de verhouding met datgene wat anderen verloren hebben? Ja, ik denk dat elk mensenleven een mensenleven is. En hij zal straks er ook op terug moeten kijken. En net zo goed als dat elk ander daarop terug moet kijken. Nou, zei hij zelf, door anderen, eens een oplichter, altijd oplichter. Ja. Is dat te wijten aan anderen of te wijten aan hemzelf? Nou, dat is eigenlijk daar straks al een keer gezegd. Ik denk dat er twee partijen wat dat betreft schuld zijn. Daarmee wil ik Olivier zeker niet vrijpleiten. Hij is toch uiteindelijk degene die de daad pleegt. Maar ik wil toch ook niet de mensen vrijpleiten die alsmaar rondom hem heen hangen. En zich alsmaar aan hem vast blijven klampen. En alsmaar met hem mee blijven gaan. En gewoon omdat ze avontuur nodig hebben, denk ik. En dat krijgen ze dan. Maar ja, niet altijd in de goede zin. Meneer De Bruin, eens een oplichter, altijd een oplichter. Is dat aan hemzelf te wijten of aan de mensen om hem heen? Ik denk eerder dat het aan de mensen om hem heen te wijten is, ja. Ja. Niet aan hem? Nou, dat heb ik al gezegd. Hij lokt het natuurlijk wel uit. Maar hij krijgt zo vaak de gelegenheid. En dat is wat meneer Zoeterman ook zegt. De gelegenheid maakt vaak de dief. En Arie Olivier weet als geen ander daar onmiddellijk misbruik van te maken. Hapt onmiddellijk toe. En pakt dan ook. En die intelligentie heeft hij nou eenmaal. En als andere mensen dat niet doorzien, dan is dat heel vervelend, ja. Mevrouw Keizer, eens een oplichter, altijd een oplichter. Is dat denk ik aan wel. Anderen te wijten of aan dat hemzelf? Dat denk ik wel. Maar aan wie is dat te wijten? Nou, dat kunnen omstandigheden zijn zoals bij mij, waarin ik het niet meer zag zitten en er niet uitkwam uit de problemen. En je inderdaad gelooft dat hij een beter leven wilde gaan leiden, wat hij zei. Kijk, hij had zijn eigen vriendin. Ik wist wel dat ik op een zekere manier gebruikt werd, maar ik wist niet dat ik misbruikt werd. Meneer Zuidema, u zei eerder, alles wat een pet op heeft, dat jaagt achter hem aan. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Hoe ziet u de toekomst van meneer Olivier? De wereld zou een heel stuk mooier zijn als die nooit bestaan had. Ja, dat kan helaas niet. Hoe ziet u zijn toekomst? Nou, ik denk dat hij zo wel verder hobbelt en nog wel een paar vindt die kan pakken.
Jammer dat er bij jou niet wat te halen is, anders kwam ik mooi. Nee, jongen, valt zo niet meer vallen. Meneer Steins, hoe ziet u de toekomst van meneer Olivier? Ik denk dat daar niet veel verandering in komt. Ik denk ook